het NK. Vorig jaar was het zilver. Is het nu minder? Nee, voor dit moment niet. Voor dit moment ben ik wel tevreden. Nu ik terug ben gekomen na een blessure, wat wel echt wel lang heeft geduurd en nog steeds een beetje speelt, dat wordt nog steeds behandeld, is het voor dit moment wel goed. Het is ook mijn eerste wedstrijd en ik wist niet zo goed waar ik stond. Eindtijd valt me wel een beetje tegen, maar als ik naar de anderen kijk, iedereen heeft daar last van. Er was toch wel meer wind dan ik had verwacht. Want de eerste vijf ging eigenlijk wel goed en ik denk, oh, dat kan ik wel doortrekken. En dan kwam ik door, ik kwam 16,50 door. Ik denk, nou, dan wordt het 34 hoog, of 33 hoog. Maar het is toch wel heel veel verval nog. Dus, maar wel tevreden. Nog wel tevreden. Je begon het seizoen heel sterk, hè? Want je wilde die 10.000 aanpakken. Kwalificatie voor het EK is uiteindelijk niet gelukt. Je komt terecht in een blessure. Ja. Wel een hele tijd er al mee bezig met die blessure. Hoe gaat het nu? Ja, op dit moment gaat het eigenlijk wel goed. Ik heb nog wel steeds, ik word behandeld met dry needling. Dan gaan ze met naalden, ik heb zeg maar een verkramping in mijn hamstring, in mijn bilspier, wat elke keer weer terugkomt. Het is helemaal verharding in de spier, allemaal trigger points die gaan aanspannen. En met de naalden gaan ze dat losmaken en dat doe ik nog steeds om de week. Want ik merk gewoon, als ik gewoon een harde training heb gedaan of echt een zwaar blok heb gedaan, dan is het gewoon weer, dan gaat het weer verkrampen en dan kan ik gewoon niet trainen. Dus het is nog wel steeds dat er terugkomt, maar er wordt wel veel minder. Ik heb eerst ook helemaal geen snelheid kunnen doen en ook geen lange duurlopen. Maar nu kan ik gewoon steeds meer trainingen aan. Dus ik heb gewoon nog niet echt heel goed kunnen trainen. En dus voor dit moment is, ik ben blij gewoon dat ik weer lekker kan lopen. Ik heb niks, geen last meer met de wedstrijd ervan gehad. En dus het is gewoon goed zo. Je maakt nog wat mee in de laatste jaren op dit gebied. Ja, toch qua blessures bedoel je? Dat bedoel ik, ja. Ja, hoort er ook bij, hè. Lopen is toch wel een blessuregevoelige sport. En dit valt me wel een beetje tegen dat het toch wel aardig lang duurt. En ik was ook nog een beetje overtraind naar Mexico. En dan merk ik ook wel dat het zwaarder is om dan weer op je niveau te komen. Want normaal, als je dan eventjes weer traint, dan ben je wel gauw op je niveau. Maar nu merk je aan de hartslag dat het allemaal nog niet echt lekker ging. En ja, dat gaat nu wel weer goed. Maar ik ben dan gewoon nog niet op het niveau dat ik was van de winter. Dat wist ik ook wel voordat ik zou starten. Maar ik wou gewoon meedoen. Ik denk, ik moet gewoon weer een wedstrijd gaan lopen en dan komt het vanzelf alweer. Balanceren, dat is de kunst, hè? Je vergt heel veel van jezelf. Ja, maar ik denk op de duur dat de blessures wel minder wordt. En we zijn nu ook bezig met krachttraining, want ik heb links-rechts verschil in kracht, ook door de blessure. En ik denk dat als ik daar ook weer aan ga werken, dan gaat het wel weer goed. Ook een leerzame periode voor jezelf, dat je denkt van ja, ik moet het toch anders aanpakken. Ja. Vroeg die. Ik weet niet zo goed wat ik anders aan moet pakken, ja. Ja, als ik op hoogtestage ga, nog rustiger aandoen, goed aan mijn rust denken. En niet meer in de sneeuw gaan trainen, ook niet. Dat was iets waarvan je achteraf zegt, ja, daar heb ik toch wel iets gebeurd daar. Daar is het wel begonnen. Egmond en zo, rond die tijd. Ja. Het liep toen heel snel, hè? Dronten, geloof ik. Ja, toen ging het nog goed. En eigenlijk in januari is het een beetje ontstaan. Want dan, die sneeuw duurde zo lang. En dan ga je toch op trainen, ga je glijden en forceren. Dus ik denk dat wel een beetje... In Mexico is begonnen de blessure. Langzaam erin geslopen. Maar goed, je zegt nu, ik kan weer wedstrijden lopen op een niveau dat ik denk van... Oké, ik heb toch het idee dat ik er wel weer uitkom. Ja, dat zeker. Ja, ik kom er wel weer uit, hoor. Ik merk nu al wel dat ik weer de stijgerlijn te pakken heb. En wat is het plan nu verder? Wat zijn de wedstrijden nog? Ga je ook naar Breda nog? Nee. Ik heb nog maar één wedstrijd staan. Over twee weken in de Great Northern, de halve marathon in Newcastle. En daarna weet ik nog niet zo goed wat ik precies ga doen. Ik wil eerst kijken hoe daar de vorm is en dan ga ik verder kijken in het seizoen. Het is wel een mooie wedstrijd daar in Engeland. Ja, ik vind het gaaf dat ik daar mag starten. Hoe kom je daar zo terecht, Ilse? Ja, via Globalsport, hè? Goeie mannetje. Nee, dat is mooi, hè? Dat je zo in... Maar dat is een legendarische wedstrijd. Ja, ik hoop ook echt dat ik daar goed loop. En ik denk wel dat deze wedstrijd is gewoon goed dat ik het heb gedaan. En misschien dat ik het dan volgende week gewoon, of twee weken gewoon door kan trekken, dat tempo. Of iets harder dan eigenlijk nog. Nou, succes. We gaan je weer terugzien. Ja, dankjewel.